Sleutelpersonen of mensen met een migratieachtergrond zijn heel hard nodig om ook een stoppen met roken coach te worden. De reden daarvan is omdat zij veel beter weten de mensen te bereiken. Remzi Kabadai, jij werkt als coach. Je richt je op mensen met een niet-westerse, wel-westerse migratieachtergrond. Wat ik begrijp is dus dat jij vanuit je eigen achtergrond, de professionele achtergrond, maar ook je eigen ervaringen en het land waar je zelf vandaan komt, dat ook weer implementeert in de hulp naar mensen die willen stoppen met roken. Ik heb zelf vroeger ook wel gerookt. Dat hoort bij mij in Turkije. Iedere man rookt en dat is heel normaal geweest. Maar in de laatste tijden niet. Maar ik heb ook altijd voorgenomen om te stoppen met roken. En dat is mij in 2000 gelukt. En dan, het belangrijkste, stoppen met roken, is een proces van vallen en opstaan. Dat heb ik ook meegemaakt. En dat begrijp ik ook heel erg goed. En als cliënt een valkuil krijgt en een keer gewoon een uitglijder heeft. En dan verwachten ze dat, met een soort boze vinger. Nee, het hoort bij ons. En dan wordt heel ontspannen geaccepteerd. En dan pakken ze weer op. En dan gaan ze weer proberen om te stoppen. En dat werkt heel erg goed. En sleutelfiguren met dezelfde culturele achtergrond kunnen die mensen beter begeleiden. Omdat dat komt goed aan bij de wijkbewoners. En dat wordt snel aangenomen, die boodschappen. En ook herkenbaarheid. Dat zijn wel belangrijk. En dat is soms wel belangrijker dan taal zelf. De culturele vertaalslag is hierin bijna het allerbelangrijkst. En dat is heel kort door de bocht de kracht van een sleutelpersoon. Zij kunnen los van wat er gezegd wordt ook echt daadwerkelijk zeggen wat er bedoeld wordt. En Remzi, wat kan een uitdaging zijn om een stoppen met roken coach te worden als sleutelpersoon? Ten eerste overtuigingskracht, kennis, dat moet je opdoen. Een bepaalde professionele achtergrond, dat moet je gewoon wel hebben. En daarvoor moet je ook een speciale cursus volgen. En daarnaast is het ook wel belangrijk dat je de taal goed beheerst, zowel Nederlands, maar ook je eigen taal. En ook natuurlijk bepaalde vaardigheden, onder andere motivational gespreksvoering technieken. En als je die allemaal goed onder de knie krijgt, dan ben je een goede coach. Hey, waar heb jij de kracht vandaan gehaald en de talent dat je het ook echt daadwerkelijk ook hebt gevoed en doet wat jij nu allemaal doet? Ik krijg mijn kracht van de mensen, eigenlijk van de stoppers, en die vertaalslag van een negativiteit naar de positiviteit omtoveren. Na het stoppen met roken krijgen bijna al mensen meer voordelen. Ze zijn fitter, ze zijn conditioneel beter, ze zijn gewoon rijker ook. Ze hoeven niet meer pakjes te kopen. Tegenwoordig is het gewoon 10 euro per pakje ongeveer. En die verandering zie ik bij de mensen. En dat geeft ook mij enorm kracht om dat door te zetten. Er is een gezondheidsaanwinst, financieel aanwinst. En het leven van de mensen, wijkbewoners, verandert enorm. En dat geeft mij ook wel voldoening, maar ook de kracht om deze baan door te zetten. Om mensen te helpen bij het stoppen met roken. Heel mooi om te horen en heel bijzonder dat jij je kracht uit de kracht van andere mensen haalt. En de resultaten die jij boekt. Remzi, ik wil je bedanken voor het delen van je ervaring. Het is ontzettend waardevol geweest.